Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom bij de fakkeloptocht tegen discriminatie op kerstavond 2021. Normaal gesproken zouden wij samen nu onze fakkels ontsteken, ons achter het spandoek opstellen en lopen door de straten van Kromenie en Wormerveer. U zult begrijpen, dit jaar kan dat niet, maar er zijn andere manieren waarop we samen onze idealen kunnen delen en steun bij elkaar kunnen vinden. In een strijd voor gelijke rechten, voor een plek voor iedereen, ook in Zaanstad, ongeacht je afkomst, je religie of je kleur. We hebben voor dit filmpje een aantal mensen benaderd die altijd meelopen en u vertellen waarom ze het belangrijk vinden, ook nu en ook voor de komende tijd, om ons sterk te maken voor een tolerante en een vreedzame maatschappij. In dit filmpje kunt u diverse mensen aan het woord horen. U kunt liederen horen, u kunt een impressie krijgen van de afgelopen jaren. En waarom? Om te laten zien, wij zijn samen. Ook in deze tijden, waarin we al niet nabij kunnen zijn, elkaar niet kunnen zien, maar op deze manier wel. En dat we weten, we zijn samen solidair, we zijn samen sterk, voor een vreedzame, solidaire maatschappij. Soms is het guur op 24 december, soms regent het. Ik kan me ook twee keer herinneren dat het heel erg glad was. Maar toch ben ik erbij altijd bij. Sinds ik in Kromenie woon, loop ik met de fakkeloptocht. En ook al is het koud buiten, ben ik warm van binnen als ik klaar ben. Want het is zo geweldig dat je dat samen met anderen uit Kromenie, dat er nog mensen zijn die geloven dat een kleurrijk en tolerante Nederland mogelijk is. In al die jaren dat ik loop, is het jammer genoeg altijd nodig geweest om een fakkeloptocht tegen racisme en discriminatie te hebben. Ik wou zeggen dat het niet meer nodig was, maar dat is niet zo. Dus met z'n allen weer erop uit en weer ons best doen om samen te strijden tegen racisme en discriminatie. Ik ben Jeroen Boy. Ik heb altijd gespeeld bij de Scene. Wij hadden een nummer, misschien je wel bekend. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Daar had T een behoorlijke vooruitziende blik mee. Het is namelijk nog steeds van deze tijd. Eigenlijk misschien nog wel jammer dat dat nog steeds zo geldt. Want inderdaad, in zijn tekst zit rood, zwart, wit, geel, jong, oud, man of vrouw. In het donker kan ik jou niet zien. Maar deze is van ons aan jou. Dit is de Scene en wij speelden inderdaad. Dus iedereen is van de wereld. En ik hoop eigenlijk dat dat nog steeds ook staat voor wat jullie daar aan doen zijn. Allen die zich in Nederland bevinden, worden op dezelfde wijze behandeld. Gelijke behandeling is ontzettend belangrijk, juist in deze tijd. We moeten ons verzetten tegen discriminatie, tegen racisme. En dat begint al in het klein. Het begint al op je eigen school. Als je ziet dat een collega, klasgenoot wordt gepest, wat doe je dan? Sta je op? Laat je je horen? Spreek je uit? Spreek je uit naar de meester of naar de juf of naar de directeur van de school? Ik denk dat het zo belangrijk is dat we onze kinderen meegeven. Dat we moeten opstaan tegen onrecht. Dat we moeten opstaan tegen pestgedrag. Dat we moeten opstaan tegen discriminatie. En dan kunnen we samen dit land zo mooi houden. En met elkaar ook beseffen dat het zo mooi is om verschillend te zijn. Dat we soms een andere kleur hebben. Dat we een andere achtergrond hebben. Dat we een andere nationaliteit, een ander geloof hebben. Een andere seksualiteit.
En daarmee maken we dit land zo bijzonder en zo interessant. Dat we de verschillen met elkaar kunnen vieren. Dat we in staat zijn de verschillen te overbruggen. En dat we in staat zijn om te luisteren naar de verschillen. Dat we het gesprek erover voeren, de dialoog voeren over de verschillen, in plaats van dat we de strijd erover aangaan. Dat wens ik jullie ook vandaag toe, tijdens deze bijzondere fakkeltocht, hoop ik dat we met elkaar de verschillen vieren. En daar waar de verschillen te groot zijn, we ze weten te overbruggen door een goed gesprek. Dankjewel. Goedendag, dames en heren. Ik ben voorzitter van de Sultanahmet Moskee te Zaandam. Onze moskee staat in wijk Culemburg. Wij zijn absoluut tegen van allerlei soorten discriminatie en racisme. Onze stad heeft geen plaats voor racisme en discriminatie. Wij zitten precies in de samenleving. Wij willen graag deze stad iedereen leefbaar maken. Iedere nationaliteit, iedere achtergrond, wie dan ook. Onze moskee staat in Culemburg en onze deuren staan wijd open voor iedereen. Succes! Het licht. U allen hier te zien, het doet me goed. Dat zoveel de kou willen verdrijven met de warmte van hun zielen en hun lijven, met het vuur aan de fakkels en in het bloed. De kinderen te zien, het doet me goed. Die opgewonden richting toekomst dansen, die enkel maar de lichtjes zien, de kansen. Wij lijken jaren jonger in hun gloed. De ouderen te zien, het doet me goed. Te weinig soms gemaakt van al die dromen, te veel gezien, te vaak en toch weer hier gekomen. Te is nooit goed, behalve tegemoet. Gelovigen te zien, het doet me goed. Atheïsten ook en links en rechts verzameld. Nu idealen vaak nog slechts worden gestameld en luider klinkt de stem van duivelsbroed. De zaankanters te zien. Het doet me goed. Dat bonte volk dat elk zijn plek laat vinden, haar molens kruidt op wisselende winden en op haar mooist zich toont in deze stoet. U allen hier te zien, dat doet me goed. Alleen een beetje jammer dat het moet. Als iemand roept, je hoort niet bij ons, stop, denk na. Denk goed na aan welke kant je staat. Denk niet wit, denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart, denk niet zwart, wit. Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart, denk niet. Ja, goedemiddag. En wij staan al 30 jaar deelgenomen. En jammer is, deze jaar door de corona gaan niet door. Alleen onze boodschap is, wij staan alle jaren daarbij opgericht, Tiedevis in Zaanstad en landelijk. Wij strijden tegen racisme en discriminatie al jaren. Tuurlijk ook wij tegen sociaal afbraken. En samenleven voor ons is in Zaanstad is belangrijk. Dankjewel. Dag allemaal. Mijn naam is Judith Michel, burgemeester van de gemeente Wormerland. We leven in een bijzondere tijd. De maatregelen rond corona leveren veel discussie op. En juist nu kunnen we nog wel eens uit het oog verliezen dat we het uiteindelijk samen moeten doen. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn, als we elkaar maar de ruimte geven. En het vertrouwen dat we openstaan voor elkaars standpunten. Laten we juist nu zuinig zijn op elkaar en de verbinding zoeken. Ik wens jullie hele fijne feestdagen en een gezond 2022. Hi,
Mijn naam is Merel Bolat en ik denk dat alle discriminatie, separatie, uitsluiting voortkomt uit angst. Angst voor datgene wat we niet kennen. Angst voor de ander. Ik vroeg mijn vader ooit wat het voor hem betekent om een mens te zijn. Daar wist hij natuurlijk eerst geen antwoord op. Maar hij heeft mij een gedicht geschreven als antwoord in zijn moedertaal. Ezkime, wie ben ik? Jare dikenim jarjaram, jarjaram jidgirim. Kalpir zaruki, zaruki civan eskime. Ezinsanım evin kime? Ik ben een mens. Monument van de vrijheid. In mijn bron ken ik geen discriminatie. In mijn essentie bestaat er geen separatie. Ik ben een dorp. Ik ben een stad. Ik ben een land. Ik ben de wereld. Wie ben ik? Mens. Eskimo. Kerstmis begint voor mij traditioneel met de fakkeloptocht vanaf het Wijver door de straten van Krommenie. We wandelen met elkaar achter een groot spandoek waarop staat iedereen anders, iedereen gelijk. We vragen aandacht voor solidariteit en we vragen aandacht voor waakzaamheid tegen opkomend racisme en vreemdelingenhaat. Iedereen gelijk, ongeacht je geloof, je ras, je seksuele geaardheid, je levensovertuiging of je nationaliteit. Wij staan voor een samenleving met respect voor elkaar. Het is verstandig om nu niet bij elkaar te komen, maar de kerst begint niet zonder een statement. Gelijke behandeling moet een basisrecht zijn voor iedere burger. Iedereen die de komende periode moet werken, die wens ik sterkte en alle anderen wens ik fijne feestdagen. En voor iedereen een heel gezond en voorspoedig 2022. En volgend jaar, dan staan we weer bij de Wijver met fakkels in de hand en maken we het statement wandelend door de straten van Krommenie. Kijk, dit is Solane en ik ben Europa. Dankjewel. En zover als ik weet, gaan wij altijd kerstavond via de Grote Wijver met een fakkeloptocht door heel Krommenie. Krommenie, heel Krommenie, ja. En waarom willen we dat? Omdat we vrede willen in de wereld. Wij willen vrede en we willen niet aan de kant staan. Dus Solane en ik lopen altijd mee met die fakkeloptocht. En daarom geef ik haar die fakkel als nieuwe generatie. Want zij is 13 en ik ben 83. Ik ben Erik Schaap, coördinator van het bureau discriminatiezaken Zaan-Waterland. We hebben een tijdje lang de fakkeloptocht door Vormenveering Krommenie georganiseerd, die al meer dan 30 jaar oud is. En op een gegeven moment hebben we een aantal jaren dat georganiseerd op verzoek. En af en toe kregen we de vraag, waarom dan nog die fakkeloptocht? Nou, het antwoord is eigenlijk heel simpel. Waarom is er nog steeds discriminatie en waarom moet je daar nog steeds tegen keren? Blijf terugkomen dat probleem en elk jaar moet je daar stelling tegen nemen. Sterker nog, eigenlijk moet je elke dag een fakkeloptocht organiseren. Dus ga vooral door met deze fakkeloptocht. When the mist in your eyes gets cold and blown over by the wind and the sun.
that I'll walk by your side.